Driemaanden maanden na de bevalling van mijn baby heb ik last van haaruitval. Omdat ik de borstvoeding geef. Mijn eigen hart en dars. Iedere keer een dag reis. Een dag met de spijs en dus aan de snacks. En ik ben verschillende thee's op. Minder koud. Minder koude dranken, omdat ik soms hoest. Ik zet elke ochtend rijstwater en ik zie de resultaat dat ik nieuwe haargroei krijg. Ik heb de informatie van Google en ik masseer mijn hoofdhuid met vers gemaakte kokosolie om het haar te versterken en het hoofdhuid gezond te houden. To me, you are so. Ik heb nu minder haaruitval en er is nu meer volume op mijn haar. Can't you see? En ik ben echt blij dat juist de natuurlijke middelen die ik niet hoef te kopen helpt. En ja. Probeer het ook als je last hebt van haar.